Hartelijk welkom, dames en heren. Hartelijk welkom in de Bali. Het is een bijzondere avond vanavond. U bent getuige, denk ik, eigenlijk van een soort laboratorium. Er wordt ter plekke live nagedacht, dingen bedacht. Het is eerst een lezing en daarna misschien een gesprek. Dat is grotendeels een experiment, omdat we dat niet uitgeschreven hebben, omdat we wel zo'n beetje weten waar het over gaat. En ook omdat we wel echt weten waarom we dit doen vanavond. Het is voor mij een hele bijzondere avond, omdat het in zekere zin een hele persoonlijke avond is. Waarom hebben wij Marlene Dumas gevraagd om hier te komen praten over portretten, portretten in de 21ste eeuw. En dan meer speciaal over de portretten van mannen met baarden, mensen als Mohamed Bouyeri en Osama Bin Laden. Het is vandaag 11 september. Dat is misschien een oppervlakkige reden, maar een veel diepere reden is dat portret wat Marlene Dumas maakte van Mohamed Bouyeri, dat heeft mij diep, diep geraakt. En haar werk roept bij mij vragen op die me jaren achtervolgen, waar ik jaren over nadenk, die heel diep geraakt hebben. En ik vraag me al jaren dingen af over dat werk. En dat is volgens mij de essentie van goed eigentijds werk. En in de opvatting van de Bali moet kunst iets zeggen over het leven wat wij leiden op dit moment en over de maatschappij op dit moment. En daar slaagt, vind ik, Marlene Dumas iedere keer weer in. Dus ik vind het ongelooflijk prachtig dat je bereid bent om hier over je werk en over die portretten te praten. En deze avond is ook puur bedoeld als een lofzang op dat werk. Want daar ben ik ongelooflijk enthousiast over. En dat kan ik ook rustig aan het begin zo stellen, want voor mij is zijn beelden die opgeroepen worden, gemaakt worden door mensen die jaren achtervolgen, dat is voor mij grotendeels waar kunst over gaat. En dan was het ook nog heel gek dat dat portret van die Mohammed B., die man die een vriend van mij vermoordde, opeens in mijn stedelijk museum hing, waar ik jaren zo bij betrokken was, en dat was gegeven door Marlene aan dat museum, en dat werd heel ingewikkeld voor mij. Dat verhoogde die vragen nog. En dan, het is namelijk zo dat eigenlijk doet kunst iets met je eigen leven, doordat het iedere keer een nieuwe licht werpt op wat het leven is en nieuwe, zeg maar, vragen of verdieping geeft aan wat het leven is. En sommige beelden heb je daarvan. Ik kan me herinneren, een heel belangrijk beeld voor mij ooit was schilderijen Cyclus van Ferdinand Hodler. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar we kunnen het even laten zien misschien. Eén uit die cyclus. Ferdinand Hodler, een Zwitsers schilder die zijn stervende geliefde schilderde, Valentine. Prachtige serie, die toen ik 18 was, ik hem voor het eerst zag. En het wordt steeds abstracter, het wordt steeds langer, dat lichaam. En uiteindelijk schildert hij op de dag van haar dood, schildert hij een landschap buiten met horizontale streepjes. En de eerste keer dat ik dat zag, toen dacht ik, jongen, dus daar gaat kunst over. Dat je dus je eigen geliefde schildert, het is niet vrijblijvend. Het is echt over je eigen leven en over de relatie die je hebt in je eigen leven met de werkelijkheid. En ja, later, veel later, het gaat, wat ik probeer te zeggen, het gaat over beelden die je ziet en die iets bijbrengen. Veel later kwam daar een ander beeld bij, wat beeld was eigenlijk van de dag van vandaag, van 9-11. Dat kunnen we misschien ook even zien. Dit beeld. Het is geen kunst, maar ja, waarom is het geen kunst, weet ik eigenlijk niet. Maar dat is het beeld bij de dag van vandaag, 12 jaar geleden. Dit was voor mij net zo'n beeld, zo'n schok, wat ik nog steeds weet. De eerste keer dat ik die foto zag, ik ben ook op dat gebouw geweest, dan komt het opeens heel dichtbij. En toen kwam er dat beeld van Neighbor, schilderij van Marlene Dumas. En dat ging over iemand die ik nooit ontmoet heb, maar die wel iemand vermoord heeft die voor mij in mijn eigen leven heel belangrijk was. En toen kwam het zo dichtbij dat ik dacht, ja, die beelden, die moet je, daar moet je, jarenlang heb ik dan persoonlijk het idee over nadenken. En die vragen die daar omheen leven, die vind ik belangrijk. En ik ben ontzettend blij dat Marlene ingegaan is op de vraag van de Bali om over haar werk en over portretten te spreken. En we zullen eerst naar jou luisteren. Hartelijk dank, hartelijk welkom. En ook die lezing is volgens mij grotendeels een experiment, want die is veranderd. En gisteren weer veranderd en net ook weer. En ik ben ontzettend benieuwd en ik ga ook luisteren. En u ook, en daarna even een gesprek. Oké. Okay. Ja. Yeah.
Nou, ik heb alweer een andere eerste zin. Gelukkig maar, omdat wat erg mooi is wat jij nu getoond hebt, doordat je dus die, en jullie moet weten, ik spreek geen naam goed uit, hè? Dus ik kan al die Arabische namen niet uitspreken, maar ook niet die Nederlanders en ook die andere namen niet. En mijn eigen naam soms ook niet helemaal goed. Maar Hodler, ze... toen ik pas begin om of je lezings of gesprekken op kunstacademies of zo te doen, in de jaren 80 en dingen, had ik dus een van die hoofddingen wat ik vaak over had van, was, is dit mogelijk om een dode persoon te schilderen? En ik vond in die tijd, ook doordat ik niet altijd die kennis had of die informatie, ik dacht dat ik daar niemand was wat dit in onze tijd kon doen. En ik onthoud, ik zag een tentoonstelling van hem, van die Hodler. En ik hield eigenlijk van die meeste dingen helemaal niet. En het was zo landschappen en dit en dat. En toen was daar inderdaad zo'n kamer. En dit was zo ontroerend. En ik onthoud... Ik weet niet of daarvoor of daarna was, maar Nan Golden had een foto van zo'n heel uitgeteerde arm van iemand wat AIDS had. En, maar ik dacht, ja goed, die fotografie kan het doen, maar die schilderkunst of die mensen die doen het niet en ik kan het ook niet doen. En ik was zelf ook ontzettend ontroerd om dit te zien en toen dacht ik, eigenlijk is er niks wat je kan zeggen, dat het niet kan gedaan worden. Daar komt altijd als je denkt, dit kan niet, of dit is slechte smaak, of dit of dat, is er meestal wel altijd iemand wat je wijst dat dit kan. Nou zeg ik niet dat ik dit kan, maar ik wil alleen maar zeggen, dat was voor mij ook een inspiratiebron, wou ik zeggen. Maar aangezien het inderdaad vandaag 11 september is, ik kon kiezen tussen 11 en 12, maar op 12 september is mijn moeder overleden. Ik zei als jullie, ik dacht, nou ga ik nou niet op mijn moeders verjaarsdag, Freudian slip, mijn moeders doodsdag doen, om dan nou een lezing hier te komen geven. Dus ik doe dat alleen maar op 11 september. Ook omdat een paar jaar geleden al is mij ooit gevraagd of ik over de Nijber wou spreken. En toen dacht ik, nee, dat kan ik niet aan. Want ik vind ook over vele werken dat ik dus, nadat ik ze gemaakt heb, niet zo snel daarover kan spreken. En soms veel jaren later kan ik daar ook met terugwerkende kracht om te... ook omdat er niet één reden is voor iets doen. Er is zoveel meer redenen. En die samenkomst van die redenen is dus is eigenlijk die antwoord. Ik had een, op mijn studiekamer had ik een zin van Camus. Wat zei, if only it was possible to tell the truth. Dus vaak is het dus niet zo dat men iets niet wil beantwoorden, omdat je niet die waarheid wil vertellen, maar je weet het vaak niet. En we weten ook van meneer Freud dat vaak heb je ook onbewuste redenen, wat je zelf niet eerst van weet, waarom je iets doet. Dus ik wou kijken of ik kan door die geschiedenis te laten zien hoe ik besluiten gemaakt heb in andere gevallen, waarom daar een logica of iets in zit dat ik zekere dingen doe wat ik gedaan heb. Maar het is een beetje allemaal treurige dingen, maar soms een klein beetje lachen ertussenin. Dus een andere reden waarom ik het doe, is omdat ik zag een keer een portret van een man, een Amsterdammer, en die lijken zo vrolijk en zo aardige man, dat ik dacht, ja, met die kan je misschien toch een gesprek gaan. Ik hoor later dat dit is blijkbaar een portret wat hij zelf helemaal niet van houden. En ik moet zeggen niet dat het groter opgeblazen is, dan lijkt hij ook een beetje raarder. Maar ik dacht nou, zou deze man nou wel spreken met een andere heel vrolijke vrouw, wat ook in Amsterdam wonen, als hij dus deze foto van haar ziet. Dus dat is dus ook weer zo'n voorbeeld van, nou zeg anderen, sommige mensen aan mij, is het zo'n mooie foto van jou, hè? Maar ja, ik denk dan, ja, zo iemand lijkt alsof zij onder de Taliban leven of iets, hè? Dus toch een hele
treurige iets, terwijl het was een grappige interview. Maar goed, dit gaat eigenlijk over, om mee te beginnen, wou ik dus beginnen over portretten op zich. Want toen ik jong was, toen ik in Nederland kwam, toen dacht ik, waarom wordt beeldende kunstenaars altijd zo, die zag er altijd zo onsexy uit. Terwijl muzici of theatermakers, die zitten op covers en dan ziet er zo mooi uit. Of wat ook al, of een bepaald in ieder geval een eigen image. Terwijl die schilders zeggen, moet je daar niet staan met de kwast of iets. Dus ik wou graag mijzelf laten afbeelden op een andere manier. Maar ja, na hoeveel afbeeldingen en dingen, dan denk je van, goh, nou had ik daar ook wel genoeg van gehad. Dus nu wil ik misschien niet meer mijzelf, elke keer als er een artikel over jou verschijnt, het zelfportret hebben. Maar het is erg moeilijk om dat, om te weigeren, of ja, hoe laat ik zeggen, het is moeilijker geworden om niet in onze tijden een beeldenis van jezelf te zien, want al zeg je ook nee, dan komt daar toch iets. En dat is, ik zie meneer Rutger Ponser daar zitten, dat was een foutje, maar ik zeg, kan ik een keer niet mezelf ook op die foto? Ik gaf geen foto en kijk, daar zit ik toch. En zoals jullie kunnen zien, dat was ik niet. Ik zie daarachter, denken, misschien is het zij toch. Vrienden van mijn dochter zeiden die tijdje, moeder die het wel erg verslank. Ziet daar aardig uit. Maar goed, het is nog een voorbeeld van, dus, maar ik heb meerdere anekdotes, maar zal ik nou niet op ingaan. Dus ik wou maar zeggen, dus die avond gaat ook over dit overdreven aandacht misschien, dat we vindt dat die zelf in een, dat die uiterlijke of die gezicht, die portret, zo'n belangrijke rol innemen. En ik heb dus nu ontzettend veel respect voor een, ik had daar respect voor, maar dit gegroei, iemand zoals die kunstenaar Stanley Brown, dat hij dit kon volhouden, dat hij nooit een afbeelding van hemzelf bij zijn werk laat afbeelden, of hoe zeg je. Dus ik zeg, het is voor, lijkt mij gaat het niet meer lukken om mezelf op die manier weg te halen. Oké. Nu komen we bij een andere gedeelte. Wat is die andere probleem met het soort van verafgoding of wat gebeurt met het portret om ons heen? Als je eerst daarna kijkt, zie je dit niet in die achtergrond. Ik heb heel veel foto's van dictators en van ook van mensen waar die menselijke gelaar, die portret gebruikt wordt en allerlei politieke dingen. Ik heb maar gewoon at random die eerste genomen. Als je dus kijkt in die achtergrond, dan zie je een enorm groot foto van Khomeini. Zodat we die verkozen geestelijke leider in die achtergrond. Oké. Dan hebben wij hier dus die atheïstische dictator. Allemaal, ik weet niet of jullie het kan lezen, maar hij heeft zijn hele museum dit volhangen met schilderijen en beeldhouwwerken van hemzelf en zijn vrouw. Daar is dus veel, veel meer, zoals jullie weten, ja, iedereen kan nog veel meer mensen opnemen. Maar het is opvallend dat inderdaad die meeste dictators of politieke systemen, hoe wanneer het begint fout gaan, dan worden de gezichten en de koppen al groter. Dan zodra dus die revoluties of die dingen weer daartegen uitbreken, dan wordt die portret ook. Dat was een tijdje, oké, ik spring even terug. Dat was een tijdje dat ik dacht op kunstacademie in Zuid-Afrika in de 70e jaren, dat ik dacht, nou, het portret hebben we sowieso niet nodig. Want wie stelt nou nog belang om naar koppen van mensen te kijken? Maar nu is het toch opvallend, sinds ik ook met vele
ik wil dit in deze lezing ga ik dus niet praten over mijn portretten van vroeger met Polaroids of snapshots. Het gaat vooral over het gebruik van foto's in het bronmateriaal uit die kranten en uit dat soort media. En ik was dus pas bij die Prins Klaus Fonds en toen zag ik dat zij dit op zo'n boekje uitgegeven of blaadje. En dit is uit juni 2012. En, dus jullie kunnen zelf dit liever gaan lezen. Maar hierin staat ook over Syrië. Dat bijvoorbeeld, hier is een stuk waar die persoon zegt. Everywhere in the hotel there were pictures of Bashar al-Assad. Or his father, his three children, his martyr brother. And sometimes his elegant wife. These prevented the residents from appearing in the corridors in their swimming suits, presumably to protect the modesty of the president. Dus die gaat er meer stukken over hoe die foto's ook... het is veel langer, maar ik ga dat allemaal nou niet lezen, want dan wordt het te veel. Heb ik nog mijn ding? Ja. Een ander gebied waar die portret ontzettend belangrijk is, dit is een foto van Ad van Denderen uit die regio van die Gazastrip, maar die hele martelaren posters, eindelijk een cultuur, wat we hier dus niet hebben, we hebben eindelijk niet op straat, of we hebben het niet, dat allemaal foto's van die doos. Ook daar hebben wij andere kunstenaars wat veel beter over die dingen kan spreken. Ik had net over de Libanese kunstenaar, die ze namelijk niet kan uitspreken. Rabia Urouei. Ik kan hem niet uitspreken, maar goed. Kunstenaar wat specifiek praten. En zij lezen performances heel... heel interessant, en omdat hij zelf uit Libanon komt, over hoe Hezbollah en zo, hoe hen dan weer omgaan met, in alle manieren van manipulatie, met die foto's, een andere hoofd op, andere lichamen. Maar dit is een hele cultuur waarin dus die portret, in ieder geval die portretten van die doden, alom aanwezig is. En ik doe het even Nelson Mandela erbij, omdat mensen vergeten het soms. Maar toen ik opgroeide in Zuid-Afrika, toen was alle beelden van Mandela was verboden. Niet alleen zijn teksten, maar ook je kon niet foto's van hem afbeelden. Dus is ook een eenaardige geval van een man, wat je alleen beelden hebt van hem toen hij jong was. En na dan ongeveer 27 jaar, toen worden bijna die meest gefotografeerde en meest afgebeelde portret is dan Mandela. Iedereen is nu al bezig om alles voor zijn dood klaar te maken, om eerste te zijn met de andere afbeeldingen. Maar dat hij toch, dat het zo verboden was, zijn afbeelding, en zo gevaarlijk blijkbaar, aangezien hij als terrorist genoteerd was... dat je zijn portret niet mogen zien. Oké. Nu gaan wij eindelijk terug naar mijn begin, hoe ik bij die portretten en die dingen uitkwam. Deze tentoonstelling was in 2010, was recent, maar hier staat dus voor de eerste keer een werk van mij, een portret uit... uit die 70er jaren op mijn kunstacademie. Dus ik wil uitleggen, we kunnen naar die grote afbeelding gaan, dat ik kom dus niet uit een achtergrond waar je eerst begon uit met de realistische afbeeldingen. En ik kom dus uit een achtergrond dat die kunstacademie, of dat was deel van de universiteit, waar een van onze eerste opdrachten was, maak een portret van jezelf zonder om jouw gezicht te tekenen. Of een schilderijtje van jouw kop te maken. En dat is iets wat ik nog steeds, laat ik zo zeggen, dus
eindelijk vond ik zelf ook dat om, ja, dat is dus niet zozeer dat ik portretten wou maken. Je ziet ook in deze tijden dat die, ik was heel erg bezig ook om eindelijk die beeld te wel, dat hele spanning tussen of je wel die, of je wel een beeld, een figuratieve beeld wil hebben of niet. Dus eindelijk wordt dus die beeld dan weer ook aangevallen. Die zien die krassen en die dingen. Maar goed, die andere aspect was dat eindelijk ik werd toen verliefd op die fotografieleraar. En zo, dat was een groot geheim en dat was heel erg en alles. Veel huilen en al die dingen. Maar dit was zijn vriendin. Dus ik heb... dus ik heb hem niet geschilderd, maar ik heb zijn vriendin geschilderd. Ik was een beetje bang ook voor haar. Die ging onder boys studeren, want zij was een grote ster. En ik, dus, maar goed, zo daar heb je ook al dat soms kan een portret voor iets anders staan. En bij mij is het vaak het geval. Maar dat hele woord tronisch, die heb ik maar pas geleren. En die feit dat het tronie dan een soort portret is, wat eindelijk wat over het type gaan, of over een masker, of een grimnas, of over iets anders gaan, dan dat dit alleen een specifieke portret van iemand is. Eindelijk valt veel van mijn werken onder dat term. Maar ook dit moet jullie dan maar gaan lezen, of op Google, daar is een catalogus over tronies, waar dit allemaal helemaal dat begrip uitgezocht werd. Okay. Dus ik wil niet zeggen, daar heb dit witte portret was ook van iemand op kunstacademie. Ik heb alleen twee van dat hoofden gemaakt. Wij staan dus heel erg voor die feiten, hoe kan je politieke kunst maken? Wat is politieke kunst? En zo. En, ik had dus, en veel van die blanke studenten, die gingen allemaal naar die psychiaters. Dus die meisje heb, dus eigenlijk had... stond zij ook voor de toestand in Zuid-Afrika. Ze stond niet alleen voor haarzelf. Dit was 70e jaren. Eindelijk heb ik dus eerst in 1984 voor de eerste keer weer na een aantal jaren toch in Nederland, dat ik voor de eerste keer wel weer geschilderd heb. En dit is dus die vrouw van Sigmund. Hè? En in die tijd was ik vooral ook bezig om niet bekende mensen, maar meer bijvoorbeeld die vrouw achter die man. En het was ook een beetje humor. Ik heb nog nooit een foto van haar gezien en ik zag die foto van haar. En mijn oma, zijn naam was ook Maarta, maar oma was een kwaaie vrouw. En die vrouw die zag er ook nogal behoorlijk uit. En ik dacht, okay. Dus, okay. Black Drawings, wil ik toch ook nog iets over zeggen. Hier over die feit wanneer een enkel, dit is dus, zoals ik zeg, dit is niet enkel portretten, dit is ook niet een groepsportret. Ja, ik probeer nou Ernst van Alphen, die schrijver, theoreticus, het een hele boek schrijven, of meerdere boeken en essays, dan moet je hem liever gaan lezen, hij kan het veel beter uitleggen, maar ga erover dat, bijvoorbeeld, ik moet dit net gaan zeggen, which is neither a single portrait, nor a group portrait, but a group of single portraits. En het is belangrijk, die verschil, want hierdoor is daar een... Dit is dus individuen en die zit dan in een groep. Nou ja, goed, dat kan je allemaal zelf bedenken, maar iets wat ik dus daarbij wilde zeggen, wat belangrijk toch is van dit, deze werk... dat altijd alleen maar naar apartheid verwijzen. En dat wat interessant is, of het nou in Amerika tentoongesteld wordt, of waar, dus alsof hen helemaal niet naar hun eigen geschiedenis kunnen kijken of zo. En ik wil toch niet even bijzeggen dat ik vond vandaag weer, maar, waar dit hele groep eindelijk begonnen had. Nou, ik weet niet waar dit nou is, maar in ieder geval was een boek, een Nederlandse boek, en het ging eindelijk over aanzichtkaarten. En die aanzichtkaarten was in het begin van de eeuw, en dit was de Europese manier
Dit Wildheid en Beschaving of zoiets. En was door de professor in Nijmegen bij elkaar gebracht. En eigenlijk was die postkaarten allemaal over naakte vrouwen. Marokkaanse vrouwen uit Afrika. Congo. China, van alles. En eigenlijk ging het dus niet over de gezichten. Het ging eigenlijk over hoe en geposeerd werd. En die begin dus van die serie was dus niet van daar lopen mensen in Zuid-Afrika op die straat en ze zijn zwart. En hier in Nederland werd het anders. Hier bestaat ze niet. Maar was dus, dit was die beginpunt eigenlijk dat je dus naar die gezicht kijken en naar die uitdrukkings. En die uitdrukkings vond ik heel interessant, want dat was niet zo duidelijk altijd wat die uitdrukking zeggen. Maar goed, daar kan je ook heel lang over praten. Laat ik maar daarmee stoppen. Die verschil dus, en nou zeg ik niet dat het beter is, dat die kunstwerk beter is als iets wat anders gedefinieerd wordt. Maar op het moment is bij die Prins Claus Fonds deze groep portretten. En dit is gemaakt door Zanele Moholy. En zij zelf, noem maar zelf ook een lesbische activist, een visuele activist. En wat heel mooi is van dit, ik heb daar heel veel waardering voor, maar haar motivatie is dus heel duidelijk. Terwijl ik dus met die black drawings bijvoorbeeld niet datzelfde duidelijkheid had. Dan bedoel ik, ik kan niet. Op die vlak ben ik niet soort van een activist. Ik bedoel, bejammer, is niet zo om te zeggen. Maar is meer dat ik dus, ik reageer op dingen en dan komen die dingen samen. Maar ik weet niet zo heel goed altijd wat die hoofdreden is. Terwijl hier is die portretten, aangezien al deze vrouwen weet dat in Zuid-Afrika, als je dus lesbisch is en je vooral als je zwart lesbisch is, is die kans zo groot dat je vermoord wordt, dat door jou te laat fotograferen, is dit een hele ander type portret dan mijn black drawings. Okay. Dan is er ook nog een aspect. Dit was mijn groep models. Over de herkenbaarheid van dingen. Hier zitten dus mensen in wat je kan herkennen, zoals Brigitte Bardot en ook Rembrandt, zijn modellen en zo. Dit was de eerste keer dat ik dus modellen ook van schilders meng met modellen en filmsterren en alles uit verschillende tijden. Maar net zoals bij die black drawings, is deze mensen is niet allemaal alleen maar vrouwen. En bij die black drawings lijkt het of het allemaal alleen maar mannen is. Maar bij mij is het vaak onduidelijk wat die gender precies wil zeggen. Goed, het is meer een beetje om. Ja, laten we maar verder. Oh ja, en dan wil ik toch dit daarin zit, omdat met die. Dit is iets wat me. Ik wou een tijdje lang psychologie studeren en al die dingen, maar goed. Dus wat mij. Dit blijft natuurlijk toch heel interessant. Dit was een van mijn grootste vrezen dat ik ooit echt als een witness moest voor iets iemand uitken. Want ik weet eigenlijk helemaal niet hoe mensen eruit zien. En mensen denken altijd als je dus portretten maken of gezichten gebruiken, dat je dus zo geïnteresseerd is hoe mensen eruit zien. Maar die psychologie van wat die gezicht doen en hoe zoiets op mensen werken, vind ik dus eigenlijk interessant. En ik vind het wel grappig, omdat vroeger was altijd dat grapje, alle Chinezen lijken diezelfde. Maar eigenlijk lijkt iedereen een beetje diezelfde. Vooral haarstellen, dit was dus een experiment dat mensen ook niet konden zien wie van die blondes. Dit is ook de ding van die gelijkenis, van die herkenning. Wat ook een grote rol speelt bij het hele idee van het portret of identiteit van iemand. Ik ben nog steeds verbaasd dat elke keer als iemand zichzelf vermomt en daarmee wegkomen, dat er altijd veel foto's is van, goh, kijk hoe ziet die persoon eruit, hè? Dat hij zo anders kan uitzien. Terwijl eindelijk weten wij dat dit nou een van die dingen is wat je echt, iedereen kan zichzelf in een andere rol of een andere masker opzet.
Nou komen we even bij die aanloop naar Waarom Oussama. Ik wil ook zeggen, ik heb een paar keer uitspraken gemaakt dat ik vind Oussama bin Laden aantrekkelijk. Ik vind hem ook een veel aantrekkelijker man dan die onze andere nare moordenaar. Maar dit is dus niet deze. Dit is dus niet deze Oussama. Kijk, ik ken die man ook niet. Ik bedoel, nou is hij ook dood. Maar goed, dit is niet hij wat ik aantrekkelijk vind met die bezig in Afghanistan in 1998 om een toespraak te geven. Dit is ook niet deze man met die vingertje en al die karakters erbij wat ik aantrekkelijk vind. Kijk, hier kom ik alweer meer. Hè. Die close-up, wat ik ook vaak gebruik in dingen wat beeldende kunstenaars vaak gebruiken. Je haalt iets uit context, je zoomt erop in. En dus daardoor valt alle andere dingen weg. Dus die man begint dan allemaal, hij lijkt toch hier helemaal geen iemand wat moorden plegen. En hij heeft dat uitdrukking. In deze beeld is dus zo vaak gebruikt door iedereen. Want ik ben ook gevraagd, ja, als je dus Oussama afbeelden, wat vindt dan mensen, vind je dit niet erg voor mensen? Wat, een vrienden of iemand verloren daarin. Maar dit beeld is, heb ook een zelfstandige leven, zo ervaar ik het. Ik bedoel, als ik, deze is een heel klein werkje, zoals jullie weten. Of dit nou zo goed of zo slecht is, weet ik niet. Ik weet ook niet of een mens dit daarin projecteren, omdat je nou weet dat het hij is, dat je denkt van, goh, dit is goed getreffen, want eindelijk, ik heb hem proberen, in 2006 reeds, en, want ik wou dus iets van dat soort sensuele, dat zachte daarin krijgen. Deze werk, toen had ik al die kleintje, maar toen was die kleintje realistischer zonder die blauw. Vaak door een kleur te veranderen of door een vervreemdingsaspect kan iets ook een andere draai krijgen. Dus op een of andere manier vind ik dat die kleinere sterker werkt dan die grotere. Maar goed, en die had ook een andere titel, dus dat heette Pogrom. En toen had niemand eindelijk een ophef daarover gemaakt, want ze herkennen hem helemaal niet. Oké. Ja, dit is, blijft toch een prachtige foto. Dus als jullie verder wil over hem lezen, moet je Roy's boek ook het lezen. Maar in ieder geval, in die, daar is ook grappige teksten over die over zijn werk. En dan zeggen we over deze t-shirts, kijk, weer diezelfde beeld, dat zij was zo gewild in Papua. Ze waren allemaal uitverkocht. Want ook omdat dit sterke ontwerper was, daar was ook t-shirts zoals I Love Papua, maar die was eindelijk niet goed ontworpen. Dus die had het niet gehaald bij hem. Dus of je dus weet wie hij is of niet. Ik dacht ook, ik moet aan Amnesty International zeggen, ik wil haar altijd ondersteunen, moeten de t-shirts. Maar ik denk, ze maken niet pakkende genoeg t-shirts niet. Maar dat is in haakjes. Ik bedoel, maar goed. Die grote verhaal natuurlijk ook van Oussama is, ik bedoel, die hele relatie met Amerika en al die dingen, daar gaan we nou niet, kan ik ook niet zo goed hierop ingaan, maar ik vond het toch wel bijzonder die hoe die prachtige rozige Chrysler Imperial daar in die achtergrond. En dat moest ik wel daarbij doen. Okay. Ja, oké. Okay. Goed, die relatie met Jezus. Dat is dus ook een rare onderwerp, Jezus. Ik wil even iets lezen over Jezus. Wat mij dus erg opviel van de Jezusfiguur, is dat eindelijk, of je nou in hem geloven of niet, of dat hij bestaan heeft of niet, wij hebben geen
alle afbeeldingen van hem hebben alleen maar door kunstenaars of door andere mensen. Dus wij hebben geen oorspronkelijke, terwijl een portret meestal die relatie is tussen een oorspronkelijke figuur, wat je dan een portret van maken. Zo daar is een relatie tussen een oorsprong en een portret. Maar in die geval bijvoorbeeld, nou ga kijken. My portraits of Jesus or Christ have taken on many forms, but what is important here is the fact that the image of Christ is already metaphorical and abstract from the start. There is no original to copy. There is no description in the Bible concerning his appearance. We do not know what he looked like. Whether he actually existed historically is not of importance regarding his image. En dan gaat ik dan verder over Jesus, the supreme Christian martyr, is echoed in the popular media image of Bin Laden, who stays young forever. Dan link ik dit met die feit dat ik nooit modellen, ik werk nooit met een echte model. Dus dan zei ik, seeing that I never work with real originals, I treat all my models a bit like images of my imagination, although I do want a likeness too. Even nog, ja. Dat is in die Jezus-serie heb ik bijvoorbeeld ook, dat was een portret van mijn broer, wat ik gebruik. Het heb ik ook gewone mensen in, uit die kunstgeschiedenisbeelden van hem gebruiken. Ja. Nou, ik moest dus daaraan denken van, dit is een Rus. Hoe is het nou weer, Rudolf? Dit is een Duitse krant van een Rus, wat eindelijk... hij is een politieman uit Siberië, maar in zijn part-time is hij dus Christus. En hij heeft een hele hoop volgelingen. En toen dacht ik, kijk... Wat natuurlijk ook treurig is, dan begrijp ik eindelijk dat de mens God en Allah niet mag afbeelden of niet kan afbeelden. Want als die al zou bestaan, dan zou die definitief niet op ons lijken. En als we kijken wat we die christendom met arme Jezus Christus gedaan heeft, dus daardoor begrijp ik ook wel veel beter waarom nu, ik begrijp het al wel een tijdje geleden, maar waarom Cassius Clay Muhammad Ali werd. Omdat velen ook in Zuid-Afrika die christelijke kerk, ik bedoel, heb niet een hele goede racistische, ik bedoel, hij heeft een slechte reputatie. Dus als je dus door die Ku Klux Klan verwelkomd worden. Dus dan kan je liever een moslim worden. En dus over dat Jezusbeeld, wil ik net zeggen, is dus, dit is interessant. Ik vroeg me af later, misschien door dit zachtaardig, die soort veronderstelde, blanke, zachtaardige Jezus-cliché wat wij gemaakt hebben. Of wij daardoor ook die neiging hebben om nog steeds te denken dat die kwaad altijd hele kwaadaardig daar moet uitzien of lelijk. Of daar in ons onderbewuste een soort link werd gemaakt door... kijk, hier is ook heel veel over te zeggen, maar goed, jullie hebben het waarschijnlijk gevolgd. Maar dit kunnen we ook avonden over praten. En dan gaan we kijken. Goed, nu komen wij dichterbij de Nijbe. Die hier hangt het in datzelfde tentoonstelling tronisch. Daar heb je dus die Jezus en dan heb je dus die. En zo, net een andere versie. Dus het was opvallend dat... ik heb zelf ook veel twijfels bij deze beeld. Sowieso, bijvoorbeeld... Bij de Jezusen al, dus ook al een werk van lang geleden, de Jezusen bijvoorbeeld, dacht ik, is het mogelijk, omdat ik zelf, zoals ik zeg, een expressionistische neiging heb, om, je hebt ook geleerd dat, weet je, dat is sterk en dat is zwak, weet je, of dat
dat is vrouwelijk en dat is mannelijk. De terminologieën van wat is sterk kunstwerk of een wat is zwak werk. Ik vroeg me af of het mogelijk was om een werk te maken wat eindelijk niet zo krachtig eruit zien op een zekere manier en toch nog een groot aanwezigheid zou hebben. Nou goed, dit is dus iets anders natuurlijk, maar met toch deze man wat zo een ontzettende week uiterlijke heb. Ik zal nu nog verder over hem praten. Maar kan ik nou die voor? Nee, die beeld daarna. Nog en daarna. Oh ja, ik ga toch maar eerst hier naartoe. Dit is natuurlijk ook een samenloop van omstandigheden. Ik was al bezig met mensen van wat die uiterlijke hartmannen moet baren. Dus die zeggen, om het maar letterlijk te spreken. Er was tijden dat ik met heel iets anders bezig was. Als, om het maar zo banaal te zeggen, als Theo van Gogh bijvoorbeeld vermoord was, toen ik bezig was zeg maar met pornografische afbeeldingen, had ik hem waarschijnlijk ook nooit geschilderd. Het is dus niet dat ik dus zo heel bewustelijk zeg van, goh, deze man moet ik schilderen. Maar ik was bezig, zoals ik zeg, met die tentoonstelling Mankind, wat hoofdzakelijk die concentratie was op deze type mannen. Daar was maar één vrouw, en dat was die schedel, die zal ik aan het einde iets over zeggen. En dus, en toen, in avond, ik heb die tijdschrift helemaal iets anders gekocht. Kan wij weer terug naar die tijdschrift? Dus, ik schrok eindelijk van die beeld, want ik had alleen zwart-wit en ook heel weinig. Want er is natuurlijk een heel andere figuur dan Bin Laden. Op die vlak bedoel ik dat die in is echt mediageniek en die wil zijn beeld overal. En deze man, zeg, heb ik eindelijk nog nooit ook op beelden vaak gezien. Maar hoe dit hier geplaatst ook was, met die ook dit grote close-up tussenin. En dit was zo aanwezig overal, dat ik dus dacht, ja, is een combinatie van exorcism misschien, dat je dus, ik dacht, ik kan hem niet afbeelden. Maar dezelfde tijd, ik heb hem dus 'avonds, de volgende dag of andere, dus dit is al een jaar dus na die dood, had ik hem geschilderd en toen was ik toch ook wel heel erg aan het twijfelen. Ik denk van ja, als je zoiets doet, wat is dit een sensatie? Kan je dit doen? Wat doe je dan? En dat soort dingen. En ik had hem zelfs weggeschilderd en dan een soort van een vrouw veranderd en iets anders mee gedaan. En toen kom ik toch weer teruggebracht, want toen vond ik het weer ook weer te lafhartig als ik het niet doe. Dus het was heel vol met twijfels. Kom die tekst nog hierna? Of even kijken. Ja. Deze, die dag van zijn moord, nou ja, wat hier ook staan, was, weet ik dus nog heel goed, omdat inderdaad die werken moest opgehaald worden voor die tentoonstelling, die heette die Second Coming. En ik vond het ook altijd iets wat ik altijd verzamelde, wie gaat dood en wat er tijd. Dus het was een jaar met allemaal mensen wat heel belangrijk was voor mij, wat toesterf, op andere manieren dan. Maar goed, ik zeg dus, je hebt dus vaak dat ik dus, ik schaam mij altijd een beetje van mijn werk. Dan vroeger vooral werd ik ook altijd ziek nadat ik een tentoonstelling had. Omdat je dus dat mengsel van dingen hebt aan de ene kant werk. Je moet een beetje, misschien laten we maar naar een ander gaan, Rudolf. Je wil, of ja, ik wou ook altijd graag
Ik dacht, ja, dit moet mogelijk zijn om met erotiek te werken. Het moet mogelijk zijn om dingen van ons tijd uit te beelden. Maar ik wist dus ook niet hoe, omdat ik ook uit de tijd kom. En ik heb het nog niet helemaal daarmee vrede gemaakt. Wat ook zeggen van, die beste manier om respectvol met iets om te gaan, is om het niet af te beelden soms. En dan dat strijd ze daar die hele tijd. Hier, ik was gevraagd hier, dit is nu in het Joodse museum, ze bezit, maar om iets over die bevrijding te doen. En ik zeg, dat kan ik niet doen. Ik heb dus de hele Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt. In Zuid-Afrika waren wij zo bezig met onze eigen politiek. Ik heb eerst eindelijk in Nederland in 1976, heb ik voor de eerste keer ook beelden gezien van die Holocaust en zo. Dus goed, dus uiteindelijk heb ik wel ja gezegd. Ik zal proberen om daar iets mee te doen. Toen heb ik dus gekozen eerder om die nazi's af te beelden. Dan, ik neig vaak om eerder die moordenaars of die kwade af te beelden. Of die, dan vaak wordt over mij gezegd dat ik slachtoffers. En eigenlijk is dit niet mij. Ik neig eindelijk die andere kant toe. Ik neig eindelijk niet voor de algemeen naar die om. Goed, ik wil maar net zeggen, ik geloof niet dat een goed geluk was, dat schilderij. Ik denk, dat is, ik bedoel, ook met die kraaien en die dingen, dat is een beetje too much. Als ik dus heel erg iets ga onderzoeken, ik ben eigenlijk niet een onderzoekende kunstenaar. Ik heb heel respect voor mensen wat het kan doen, maar ik werk heel erg op associaties en dingen wat per ongeluk gebeurt of zo. En dus als ik echt iets ga proberen onderzoeken, dit, dan gaat daar iets weg van die vrijheid van toeval. Dus toen, veel later, heb ik dus deze kop wel geprobeerd. Dit was dus iemand wat bevrijd is, maar wat dus niet. Waar dus eigenlijk niet meer emotie eindelijk kon tonen op dat moment. Dat was een andere manier om daarmee om te gaan. Nu wel, was het, dan vind ik Catalaan, in 2001, vind ik dat hij wel voor mij een goed portret gemaakt heeft van, ook door die schaal, daar krijg je die vervreemding van die, zoals wij zeggen, die dictators en al die ontzettend groot, en hier heb je dus dat kleine mannetje. Dus het is heel eng toch, zo hij behoudt dat engheid, dat is niet, dat je denkt, oh wat een lieve mannetje. Zo, en dus het lukt hem wel, denk ik, en dat is beter dan het mij gelukt is. Of dan bijvoorbeeld deze werk van Steve McQueen, over portretten gesproken. Ik wil alleen maar zeggen, het is niet, ik weet, Nederland heeft ook een prachtige portret. Traditie en fotografie en allerlei dingen. Ik kan niet over dit allemaal nou praten, maar ik vind ook dat, wat ik al zeg, eindelijk schaam ik mij vaak dat ik niet een betere oplossing kan krijgen voor het portret dan om alleen iemand een portretje van te maken. Dus die bijvoorbeeld vind ik een hele ontroerende werk. Hier heb je dus alleen die stil van. Dit gaat over, voor de mensen wat het niet weten, over twee broers die in het per ongeluk, is een waar gebeuren verhaal, per ongeluk zijn broer doodgeschoten. En die stem, die is in tijd, zullen we zeggen, opgenomen, waarover hij praat over over wat gebeurd is. En dan heb je kijkt de hele tijd alleen maar naar dit. Is een dia, geloof ik nog in die tijd, wat zo stil blijven staan. En dus dit vind ik wel een heel ontroerende, Dan, wat ik zeg, en die Steve McQueen, zijn titel van die werk is die datum. Ik moest ook denken, oh, daar moet datums werken, 11 september, 12 september, dat is de datum. Hier is de datum, ook dus die beroemde serie werken van Richter. En ook wat je daarvan denkt, goed of slecht, het is iets wat toch elke keer weer, als mensen over dit soort dingen praten, naar voren komt. Eindelijk had hij, in zijn geval, heb hij dus drie portretten van haar binnen dat serie gemaakt. Dit is ook iets wat
wat twee kan op terugkomen. Bijvoorbeeld die, ik schaam me niet over die feit dat ik de Nijburg geschilderd heb. Maar wat dus moeilijk is, zodra iets inderdaad, wat gebeurt daarna? Wat context komt het? Moest ik het wel laten bestaan het of niet? Of vaak heb je dat, is dat weer een extra probleem. In ieder geval dat hij, in zijn geval, heb dus een hele serie werken, zodat blijven in dat context. Je haalt dat niet eruit. Dus het is ook iets wat vaak problematisch of wat ik. Goed, maar al wat ik hier wil zeggen is, hier heb je die geval van, ik heb dus diezelfde source material, diezelfde bronmateriaal gebruiken. Dus iets wat mij altijd heel erg geïnteresseerd is, als wij zeggen, wat is die betekenis van een werk? Je kan niet alleen maar praten als je moet een visuele werk, of een visuele werk praten, gaat het natuurlijk ook hoe, wanneer, als we diezelfde bronnen gebruiken, ik zal nog een voorbeeld geven, dan zie je dus eindelijk dat die visuele betekenis natuurlijk aan heel veel andere dingen ook gerelateerd is. Hoe groot, wat is het materiaal, wanneer, wat is die titel, dit allemaal samen geeft die visuele betekenis, niet alleen maar van, oh, dit is, en hoe die dingen verschillen, ja, dat is... is ook weer een andere zaak, oké. Okay. Dus hier dit is iets, in die geval heb ik het bewustelijk gedaan met die richter, om diezelfde onderwerp te nemen. Hier is een geval waar ik en iemand anders diezelfde bron gebruiken, zonder dat ik het wist. En dat vind ik heel interessant. Dus dit is, als het is toch van jou, ja, dit is van hem, daar staat hij. En oké, die heb ik dan gedaan. Maar ik wil alleen maar zeggen, niet of beter of slecht of zo, maar het is ook interessant dat je, meestal meerdere van die dingen soms naar kan kijken. Wat is die verwantschappen en wat is die verschillen wanneer je met diezelfde bronnen werkt. Wij zijn er bijna hoor. Dit is een werk. Ook iets wat ik gezegd heb, zal ik nooit doen. Ik heb tot 2002 nooit een dode. Ja, die is niet helemaal waar. Ik had een andere dode, maar die zal je zo zien, maar die is veel minder eng. Ik had gezegd, oké, ik zal geen bloed schilderen. En dit is dus, die afbeelding is bij. Maar dit is eigenlijk de enige keer wat ik dit gedaan heb. En dit is die oorspronkelijke bron. Het was een Palestijnse meisje, een jonge meisje, wat doodgeschiet is toen ze een vliegtuig gekaperd. Maar ik had die beeld, vond ik altijd te naar om te gebruiken. Maar eindelijk had ik dit een keer geschilderd toen ik dus heel bevreesd was over allerlei andere dingen in relatie tot mijn dochters en veiligheid of dit of dat. Dus hier is ook een voorbeeld van, het is niet, je schildert het niet alleen voor één reden, je schildert het ook omdat je, als die bron samenvalt met jouw existentiële crisissen of problemen, dus voor mij vaak moet die persoonlijke moet dan samenkomen met iets anders en dan, dit was ook zoiets dat ik dacht, ik heb geen andere beeld wat ik denk nu de beste kan uitdrukken. Angst. Ik denk vaak is mijn werken. Ik probeer over meer iets anders ook wat te doen. Maar daar zit. Die feit dat je dit doet is wel weer positief. En is oké. Okay. Want als je heel slecht voelt kan je helemaal niks doen. Maar dat het vaak toch ook met je eigen vrezen. Om je eigen vrees te overkomen. Bijvoorbeeld toen ik, dus niet een goed beeld, maar toen ik mijn tentoonstelling in 2007 in Zuid-Afrika had, voor de eerste keer na al die jaren museumtentoonstelling daar, en mijn moeder is net overleden, toen vind ik dus, en al die dozen, want wij gooien nooit iets weg, vond ik dus, dit is die jaar toen ik wegging, omdat ik klaar afgestudeerd was om
in Nederland te komen studeren, 1976, vind ik al die beelden van Soweto in zo'n doos. Kijk, deze heb ik een. Dat is niet Soweto, dus ook een Palestijnse jongen uit diezelfde hijacking. Maar toen heb ik dus, toen ik daar een lezing moest geven, ja, toen zei ik over deze werken, toen zei ik, maybe I paint the dead now, because I could not paint them then. En, want het was voor mij opvallend om te zien dat, kijk, eerst ook in die kranten in Zuid-Afrika heb je nooit een, iemand gezien wat doodgeschoten werd door die politie. Maar door die opstanden en zo, weet je, toen dat echt zo. Toen was die eerste keer ook. Ze hadden het niet getoond in die krant om te wijzen hoe slecht ze zijn, maar meer om te wijzen hoe gevaarlijk alles is. Dus. Maar goed, ik bedoel alleen maar, dus het viel mij op dat veel van die geweld op straat, mensen leggen vaak op diezelfde manieren. Daar is natuurlijk veel overeenkomsten en dingen. Oké. Dit is, dat heb ik altijd een, dat is Klaus Steek, en over mooi en lelijk ook weer. Dus dat was ook van die beelden wat ik vaak gebruik het in die begin in Nederland. Ik vond het heel goed hoe tekst in de tijd en iets veranderen. Het is nog steeds relevant. Ik heb al zijn postkaarten gekocht in die tijd. Okay. Nou, ik wil nog een keertje over die mooi en lelijke waterkal, of ons cliché is van mooi en lelijk. Als je dus dit ziet, ik weet niet of jullie weten wie dit is, denk je, goh, wat een mooie kappel, hè? Dus ik bedoel, ze lijkt bijna een beetje op, ja, was een beetje snel. Maar goed, dit is deze, ja, is toevallig weer Russen, kan ik niks om doen. Maar dus die hebben dus inderdaad een journalist en een advocaat vermoorden. Dat is oké. Ja, nu zijn we daar bijna hoor. Ik wou maar zeggen, dus ik heb dus mijn tentoonstelling Forsaken, die heette toen Forsaken, in 2011. Daar had ik, terwijl ik bezig was met die tentoonstelling, het ging eigenlijk over crucifixen en die hele allemaal een beetje zware onderwerpen ook, maar toen is zij overleden. En dus is twee heel klein portretjes. En die heb ik op diezelfde tijd gemaakt als wat ik volspikte. Want wat ook heel mooi was, maar zij zegt, die is ook treurig, maar die is een beetje grappiger dan die andere dingen. Arme Phil Spector zit nou samen met Charles Manson in die gevangenis. Hè. Dat is ook wel verschrikkelijk erg. Hier heb je dus Al Pacino wat hem spelen. Maar wat ik dus wil zeggen, hoe soms die verbanden was dat. Een heel mooi liedje van Phil Spector, van Because to know him is to love him. Ja, erg mooi liedje. Was een van zijn eerste liedjes waarmee bekend geworden. Hij had dit, want ik was dus bezig ook met die begrip van vaders en zoons. Ik heb ook die zoon van Bin Laden, had ik dus ook, die vergeet om daarin te stoppen. Maar dus, dat zat daar ook in die tentoonstelling. En Phil Spector heb dit dus niet voor een meisje geschreven, maar voor zijn vader. En toen vonden wij dat Amy Winehouse, heb datzelfde liedje, heb zij ook, wat ik dus niet wist, en dat zij haar haarstijl een beetje van ironisch had, wat hij weer. Maar in ieder geval, en toen kom je ook die ding van meetpruik, zonnepruik, ik heb dus ook zo meetpruik, Andy Warhol, zijpruik. En hij met en zonder. Dit was mijn andere twee portretten. En nou zijn we dus bij die tweede laatste plaatje. Ja, Rudolf. Is het je? Oké.
Oké, dit is ons laatste plaatje. Ik wil alleen maar zeggen, dus over andere manieren om portretten te maken misschien. Dit kleine portretje, die heet Immaculate, maar dit is dus niet... die anekdote wat ik nu ga vertellen, heb eigenlijk niet direct daarmee te maken, maar toen ik met Anton Corbijn aan die Stripping Girls tentoonstelling gewerkt, toen hadden we een hele levendige Marokkaanse stripper. En toen zij zei, ja, je kan mij afbeelden, maar zolang je niet mijn gezicht afbeelden, want ik wil niet door mijn gezicht herkend worden. Maar ik vind het niet erg als je me herkent door een ander lichaamsdeel. Dus ik wil maar zeggen, dus we hebben nou over portretten van het gezicht, maar ja, daar is ook nog iets anders. Ongelukkig hebben we vanavond nou niet al die anderen gedaan. Dus voor een andere keer. Dank je. Ja, hartelijk dank Marlene Lima voor deze krachtsinspanning en dit. Je zegt ook wel eens, hè, schilderen is een enorme fysieke inspanning en praten is dat ook. En dat is je aan te zien. En dank voor... ja, ik ben tegen, hoe zeggen mensen, training, hè? Media training. Ja, tegen media. Ja, ik doe het zonder, dus. Ja. Gelukkig wel. Nog, ja. Hè? Ik heb een aantal dingen die ik je wil vragen over, speciaal over wat je nu verteld hebt eigenlijk. Als ik dit hoor, dan lijkt het zo dat wat je vertelt is eigenlijk een voortdurende worsteling of zoektocht naar goed en kwaad. Of is dat niet zo? Nou, ja, maar... ook in, niet zozeer buiten jezelf, maar ook in, ja, als je iets kiezen, is het ook mee te maken, ik bedoel ook met dat aspect ook, van eindelijk meer van, ik zie dus ook vaak die portret eindelijk als een, ja, ik moet niet zeggen als een stand-in voor mezelf, maar niet zozeer, ja, ja, nou beantwoord ik dat heel slecht, maar ik bedoel, dit gaat niet, het gaat ook over wat is een goed schilderij of een slecht schilderij, wat is een, bedoel ik slecht in die zin ook van, je weet, wat ben je nou mee bezig en kies je dus, dus ik zeg, dat is natuurlijk ook mensen houden van portretten, nee, maar ik bedoel, dat kan ook een slechte reden wezen om een werk te maken. Ja. Oh, nou geef ik alweer mijn eigen kritiek, sorry. Ja, nee, dat kan een slechte reden zijn. Ik wou eigenlijk iets aardigs over mezelf zeggen. Een goedkope reden. Maar als ik jou goed beluister, dan zeg je dingen als... Ik schaam me ervoor dat ik het gemaakt heb. Maar je zegt ook, to know him is to love him. Je zegt ook iets anders. En je zei, ik vind Osama een aantrekkelijke man. Dat vind ik een hele moedige uitspraak. En dan kan je zeggen moedig, maar als ik naar jou luister... eigenlijk grootste gedeelte van de dingen die je vertelt, denk ik, ja, je doet moedige dingen. Want je laat een heel aantal zwarte mannen bij elkaar zien en één van die portretten heeft een baklava op. He? En dat is een, eigenlijk, ben je nooit bang om verkeerd begrepen te worden en toch schilder je dat. Ja, maar dat is misschien ook weer te veel credit. In die zin, ik wil net zeggen... Vaak praat mensen deze dagen over kunstwerken en dan daar is een soort manier om iets te beschrijven wat eigenlijk op alle kunstwerken, of niet eerst op alle kunstwerken, maar op alle beelden eigenlijk van toepassing is. Kijk, die feit dat enige beeld kan enige doeleinden gebruikt werd. Hè? Ik bedoel, die feit is die zonder context, hè, ook met krantartikels, als je dus niet weet, is het voor, is dat naar voor? Ik bedoel, Susan Sontag heeft ook zo een hele stuk daarover geschreven. Dus ik wil alleen maar zeggen, dus dus niet helemaal die antwoord op je vraag, niet, maar dus iets wat mij ook heel erg bezighoudt, dat
dat soms wordt het echt als een compliment geschreven over iemand zijn werk. Goh, daar is niet alleen maar één betekenis, er veel betekenissen. Dit is geladen, want je weet niet precies waar naartoe dit gaat of zo. Dus, maar dat weet je sowieso niet met beelden. Ik bedoel, dit is dus die betekenis wat wij daar aan geven. Dit is die context wat wij daar aan geven. Dit is die teksten wat wij daarover schrijven. Ik wil alleen maar zeggen, dit is die aard van beelden eigenlijk. Dat wij geven al die betekenissen. Dit is... Ja, goed, ik wil alleen maar zeggen, dus is niet dat elke ding wat ik dan doe zo moedig is, maar sommige dingen bestaat. En ze zijn daarin, je kan, nou ja. Ja, ik bedoel, ja, ik vind mezelf eigenlijk heel lafhartige karakter. Waarom? Niet dat ik nou denk allemaal andere mensen. Waarom vind je dat? Nee, maar ik bedoel, maar ik, kijk, toen ik klein was, toen wou ik niet zozeer kunstenaar worden. Ik wou eindelijk, weet je, Guevara worden of zoiets. Dat, ik bedoel, dat zei ik ook altijd, is maar wat jouw idealen was. Hè? Ik wil eindelijk wijs worden. Ja, dat is me niet zo. Nee, ik bedoel niet om nou raar, maar dat is een moeilijke iets, bedoel ik. Ik vond het altijd heel mooi, dus dan vond ik die Maria Magdalena ook een mooi figuur, omdat je had meestal die oude mannen, en die oude wijze mannen, die had een schedel en een boek. En die vrouwen, en die... Hieronymus en dat soort oude wijze mannen, ja. Ja. Hieronymus of andere, ja. Of ja, ja, maar goed, inderdaad, van al die soort types. Maar goed, maar die, wat mooi was van die Maria Magdalena, vond ik eigenlijk dat zij had ook een boek. Weet je, ik hou van, zij had een boek en ze had ook een schedel en dan had ze nog een naakte borst bij. Dus en nog, ja, die zat ook een beetje te twijfelen hoe dat moest met die, tussen al die dingen. En is dat... Ik wil alleen maar zeggen over lafhartige dingen. Ik bedoel, als je dus denkt, ik bedoel, dat is, als je die moeilijk, die ding over wat is wijs, wil ik alleen maar zeggen, is, daarom denk ik dat ik zoveel schrijf en mezelf weer herhaal en dan weer, is niet, dan kom ik weer terug bij het eerste zin, if it's possible to tell the truth, hè, want jij... Ik dacht altijd, voor ik nou doodga, zou ik het wel heel erg vinden als ik dan zeg van, ja, mijn hele leven heb ik geschilderd, maar eindelijk wou ik iets anders geweest. Je hebt toch van dat soort verzuchtingen. Dus ik dacht, dat moet je niet hebben. En ook als je uitspraken wat je gemaakt hebt, misschien is het helemaal niet waar. Dus dat aspect bedoel ik over lafhartig of zo, want we kennen die politiek, we kennen al die dingen. Ik bedoel, je hou jezelf voor die gek en zo. Ik wil alleen maar zeggen, dus ik vind het moeilijk, ik weet niet of hoe moedig ik nou ben om die dingen te doen. Ik begrijp heel goed wat je zegt. Misschien zijn die uitspraken niet waar of zijn ze tegendeel waar. Of, maar, ook, maar weet je, ook bijvoorbeeld als ik wil daarom die Zanele Maholi, hè, om op een... Om de foto's die je te praten. Ja, ja. Ik bedoel, Boris Dietrich had een gesprek met haar en hij vraagt aan haar, hoe is het om die werken hier te tonen te stellen? Is het heel anders dan om het daar te tonen te stellen? Natuurlijk, ja, ze zeggen, hier voel ik me veilig. En daar, weet je, ja, loopt ze de hele grote... Ja, dat bedoel ik. Daarom, ik vind... niet dat ik niks doe, maar ik bedoel meer dat moedig heb ik altijd, ik heb vroeger zo'n citaat gehad, ook in mijn, op mijn muur of zo, waar dan, ik weet nou niet meer van wie dit was, maar wat zeggen van freedom fighters, you would risk their lives and artists risk their vanity. Weet je, dus ik heb altijd zo'n beetje mijn dingen in die negatief, gedefinieerd. Dus, Maar toch, ja, nee, ik begrijp heel goed wat je zegt. Je zegt, ja, ik ben helemaal niet dapper, want weet je wat dapper is? Mensen fotograferen die om dat werk gedood kunnen worden. En de fotograaf kan ook nog gedood worden daarom. Dat begrijp ik wel. Maar dat je toegeeft, zeg maar, dat je Bin Laden aantrekkelijk vindt, een aantrekkelijke man, dat begrijp ik op zich heel goed.
Zei dat jij Lenin vind, of Stalin, wie ik, vond ik jij? Ik vind het gezicht van Stalin vind ik een aardige, vriendelijke, aantrekkelijk misschien niet, maar ik vind het een fascinerend gezicht. Okay. Dus ik begrijp heel goed wat je bedoelt op zich, met Hitler heb ik dat dan weer niet. Als je daarnaar kijkt, maar als je naar een misschien wat geïdealiseerd portret van Stalin kijkt, aan het eind van Nikita Michalkov, Burned by the Sun, daar waar je het hele film lang weet wat voor afschuwelijke dictatuur dat kennelijk aan het worden is, komt dat grote portret van Stalin omhoog, aan een ballon. En dan denk je toch van, ja, dat is toch een aardig vadertje staat. Hè? En dat is natuurlijk een, dus ik begrijp heel goed wat je zegt, dat het iets geks is dat er niet overeenstemming hoeft te zijn tussen hoe aardig je iemand vindt, hoe aantrekkelijk je het vindt, en hoe slecht en hoe kwaad het is. Hè? En daarom misschien toch nog een keer die vraag, is het een onderzoek naar de aard van goed en kwaad? In jezelf misschien, of in hoe je het interpreteert wat je ziet? Nou, die Zuid-Afrikaanse kunstenaar Kentridge, die heb ooit gezegd, dus hij, ik gebruik het, is grappig genoeg, ik gebruik het woord kwaad vaak, vul het maar op, terwijl hij vindt dat zodra je praat van die kwaad, dan praat je alsof het iets onmenselijk is. Iets wat jou, dat je dus niet een, hoe zeggen mensen, dat je niet een vrije wil het om, dat, of hoe zal ik zeggen, dat het niet jouw verantwoordelijkheid is. Niet je keuze is, of je, ja. Maar ik moet zeggen, dat is ook iets wat ik erg aan moest denken, hoe, ik heb toch een, ja, ik vind altijd die ding van soms kan mensen zulke verschrikkelijke ongelukken over destiny, wat is feit, wat is destiny, wat is pre-destiny, weet je, of je nou godsdienstig is of niet, van, maar goed, ik wil alleen maar zeggen, dus dat woord kwaad, ja, ik geloof wel een beetje daarin, en toch, ja. Nee, het is niet, ik kan hem niet zo goed antwoorden. Dus nee, van dat soort onmogelijke vragen eindelijk. En bij want een andere associatie die je beschrijft, is dat je, die Bin Laden is een profetisch gezicht. Het is zo iconisch geworden. Het is een man met een baard. En je doet datzelfde, die series over Jezus. Hè? Mm-hmm. En zo'n man uit het Midden-Oosten met een baard die uiteindelijk een ook een ontzettende gluiperd is, hè? Zoals je die Russische politieman laat zien, die geniet van de, ja, en in mijn interpretatie van die foto, en wederom dat er maar de mijne, hè? Je hebt gelijk wat je zegt, beelden, is maar de vraag of het waar is wat je daar zelf bij fantaseert, maar het is ook een onderzoek naar het karakter van mannen met baarden die als voorman worden gezien, of als voorbeeld, of als heilig of als iconisch. Ja, maar ze zijn niet alleen met baarden. Nee, maar Mohammed B. heeft ook een kleintje. Maar, ja. Ja. Nee, maar daarom heb ik ook een boel van die vrouwen, wat ook wel wat gedaan heeft. Hè? Dit is, ja, dus, ja, dit is ook, dit heb ik ook vergeten om te zeggen, die schedel van die Charlotte, van die Mara vermoord. Dit, en heb haar brein en alles ook zo erg onderzoeken, bij de Marnoff. Dus als een vrouw, dat zijn politieke gevangenen in Zuid-Afrika, ook vrouwen gevangen. Als vrouw denken altijd dat je een beetje gek bent. Als jij je politieke daad doet of iemand vermoord, bij die man niet. Hè? Dus maar ik wil alleen maar zeggen, zo, ik heb wel ook een paar gevaarlijke vrouwen daarin. Zo zou niet alleen die mannen moeten die baden, nee, wil ik maar zeggen. Zo die kwaad blijft natuurlijk ook om zelf vermommen, als we toch van die kwaad wil praten. Dus ik vond vroeger in die oude middeleeuwse schilderijen zo, dan loopt die duivel of die had een vorm. Daar was de tijd in 84 toen ik voor de eerste keer weer die grote hoofden schilderde. Dat ik dus daar in de tekst zeggen van, zoiets wat daarop neerkomt van, hoe zou je dan die kwade kan uitdrukken of zo. In die oude voorstelling van hemel en hel had je dus, je hebt allemaal
beelden wat we later toen niet meer gebruiken, bedoel ik. En voor de tijd lijkt het alsof het niet nodig was bijna. Maar goed. Maar je zei zelf ook, hè, vanavond zei je, ja, ik ben eigenlijk geneigd vaak om eerder de daders te schilderen, of het kwaad zeg ik er misschien achteraan, of hè, de nazi-top in Nuremberg in de stand, hè, die je liet zien vanavond, dan omdat ik het moeilijk vind om het slachtoffer misschien vind ik veel ingewikkelder, misschien moet je dat zelfs überhaupt niet doen, en de dader is makkelijker. Kan je... Nou ja, maar kijk, en bijvoorbeeld, nou kom ik maar toch weer terug naar Zuid-Afrika, dat is daar had je Steve Biko ook, die zeggen van, het is, als je dus uit een bevoorrechte positie komen, dan hij zei, het is ook in die tijd, is oké dat die, dat die mensen elkaar willen helpen, maar eindelijk was dit, dat ding van wanneer spreek je voor een ander en wanneer spreek je voor jezelf. Dus als je dus, als jouw neiging dus meer is om, ja, ik heb mezelf nooit de slachtoffer gevoel. Ik voel, ten spijte van wat ook al, ik denk altijd dat ik een hele goede leven had. Dus ik veel geluk of zo, ik bedoel, ik leef nog altijd. Kiepenberger is dood, Munoz is dood. Het is allemaal mijn generatie. Weet je? Dus ik bedoel maar, dus, ja, dus... Dat was die, ach ja, op televisie die andere keer was daar een mevrouw, wat die man is vermoord, die juwelier in Rotterdam of ergens. Wat zei die mevrouw, zei, maar ik ben in die televisiepersoon blijven, maar aan haar zeg maar, voel je niet, ook dit is toch wel heel zwaar. Ze zegt, ja, dit is ook heel zwaar, maar ik ben een positieve persoon. Ik bedoel alleen maar te zeggen, dus ik dacht dus door die beelden ook op een of andere manier... ja, ik kan ook zeggen, dit is mijn geaardheid, neig die kant toe. Is dat wat ik weet niet? Je geaardheid neigt niet naar het slachtoffer, maar naar ja, omdat de dader en de overlever? Omdat, nou ja, bedoel, omdat ik dus niet... in ieder geval in Zuid-Afrika, weet je, blanke Zuid-Afrikaan ben je dus niet... weet je, ik heb niet 27 jaar in die gevangenis gezeten of zo, nee. Dus, het portret van Mohammed B., hè, daar zeg je ja, en eigenlijk is dat, dat is weer zo'n geval waar je dan zegt, ja, ik weet niet of ik daar de, Van Gogh had ik eigenlijk niet kunnen schilderen, en vond ik heel opvallend dat je dat zegt. Het is een uiterst indringend, hè, zoals ik aan het begin ook zei, ongelooflijk indringend schilderij, vind ik. Maar je zegt, ja, ik schaam me er eigenlijk een beetje voor dat het er is in de wereld. Ik vind het woord schaamte zo opvallend daarin. Nou ja, weet je, die, wat natuurlijk, daar moest ik denken aan die context. Als dan zo'n boekje uitkomt, zeg maar, van die stedelijk museum, en je hebt dus op zo'n cover heb je... Het is dan toch meer decoratief, omdat je dus verschillende beelden daar hebt en dan zit die daar ook daartussen. Ja, maar goed, dan kan je zeggen, ja, als je eigen schuld, je hebt het toch, dat het, je weet, maar bedoel maar, dit, weet je, of toen die Breivik, wat zijn naam, die andere karakter, wat... Ja, Breivik, ja, anders Breivik. Ja. Dus toen had Joost Wagemans bijvoorbeeld, toen had hij dus daar een gesprek, had hij dan ook, dus die wou dat daarbij halen en zo. Maar weet je, dus dat is dus moeilijk, die beeld wordt dus een publieke beeld. Dus die gaat die publieke arena binnen, zou ik zeggen. En dan... Ja, en dan speelde het mee met al die dingen. Het is wel, ik wou eigenlijk helemaal niks met Breivik te maken hebben. Ook niet met mijn beeld, al is het een, weet, of dat soort dingen. Maar dan, dat is dus moeilijk om dan dingen weer te willen terughalen. Net zoals ik aan het begin het over die portret. Zeg je, ja, je hebt het gedaan, weet je. En nu, ja, waarom mag het niet getoond worden? Dat aspect ook van, als je dit loslaat, dan, ja. En dan kijk je ook weer, elke keer komen verschillende
afstanden tussen dingen en dan komt nog weer een afstand. En ja, en bijvoorbeeld, kijk Van Gogh, die kende ik niet persoonlijk. Nou, die moordenaar ook helemaal niet. Maar eindelijk dus, weet je, ik schulder hem dan niet om te verheerlijken. Dus ik kan eerder hem met een soort... Ja, ik ben, dat bedoel ik, kijk, ik ben eigenlijk niet noodwendig zo aardig ook. Ik bedoel niet onaardig, maar die feit van dat ik misschien hem wil schulder. Weet je, ik kan eerder... Ja... Ik bedoel, ik kan toch dan niet, die verdriet van die mens, ik bedoel, wat echt dichtbij zo Van Gogh is, die kan ik nou niet, Van Gogh gaat schulderen. Het is dus niet dat omdat ik denk, alle mensen moeten moordenaar schulderen of niet, maar soms die ethiek wat je hebt in je werk, is toch weer anders dan in die gewone... Hoe moet ik zeggen? Soms kan je iets niet doen, net zoals ik gezegd heb over die dode schulder. Maar niet omdat... Maar dan ben jij zelf... Kan dit niet doen. Dus je... Heel veel dingen... Dus iemand over mij zeggen, soms een keer zeggen... Ja, daar is geen taboes. Ik zeg, hoe kan je dit nou zeggen? Ik bedoel, dat hoeven... Maar sommigen... Je kan het niet doen, omdat je dus niet... En daar moet je die goede woorden voor vinden, die heb ik nog niet. Ik kan soms beter schrijven, maar om daarover na te denken, ik zou dit graag wel goed, dan vind ik het goed dat andere mensen ook kan schrijven over hoe werkt dat aspect van dat je iets op een zeker stadium zegt, die doe ik nooit, dat kan ik niet doen. En dan op een ander stadium, dan komt daar tijd voor iets en dan denk je, nu kan ik dat doen. Eigenlijk beschrijf je volgens mij iedere keer, tenminste meen ik te horen, een soort ethisch dilemma bij het maken van een werk. Ja, maar ik denk iedere kunstenaar heeft dat. Dit niet net te maken of je nou een politieke figuur schildert of een mooi. Dit is eigenlijk, in dan ethiek betekent dus niet dat je dus denkt dat je zo goed is. Dat bedoel ik ook. Eigenlijk is ethiek gaat over beslissingen maken. En dus denk ik, elke kunstenaar... of iemand wat iets maakt, zit daarmee. Weet, waarom kan ik dus die een niet doen en die andere wel, of soms helemaal niks doen. Dus dit is eigenlijk die essentie, denk ik, van om kunst te maken. Want je kan elke stijl leren, je kan iedere ding doen. Ik bedoel, in principe is het niet zo moeilijk om iets na te maken. Of om jezelf na te maken. Dus... De meeste van die tijd maak je jezelf na, ongelukkig. Maar dat is ook natuurlijk, dat vind ik ook interessant, dat is natuurlijk ook een modernistische begrip, dat je altijd iets nieuws moet maken. Je kan ook zeggen van als je, dit is ook, aan die ene kant toen ik klein was, dan maak ik al die snelle poppetjes. En dan geef je iedereen dat, weet je. Dus het is ook heel leuk, denk je, als ik het goed kan doen, dan wil iedereen toch diezelfde poppetje. Waarom zou je een andere poppetje maken? Maar nu, maar als je dus nou, je weet, als kunstenaar, dan vind je weer van nou, dit is dus niet, je wil dan graag, dit is die definitie zoals wij dit nou hebben, dat je dus iets wil maken wat je nog niet gemaakt hebt, wat op een andere manier, wat enzovoort. So, wat opnieuw een ethisch dilemma is. Dus niet het namaken van je eigen werk of het namaken van je eigen. Ja, dus ik wil alleen maar zeggen, zo, het is niet een speciale iets van mij. Dat is denk ik wat alle mensen... Dit is dus eigenlijk die moeilijkste aspect. En dat is veel beter verwoord ook door andere kunstenaars van vroeger ook. Of zo. Maar dat is denk ik het moeilijkste om überhaupt iets te maken. En te denken dat het zinvol genoeg is om dit te doen. Weet je, en daarom denk ik soms, als iets mij dan zo grijpt, en dan denk ik van, ja, dan ga ik het toch maar, want anders wil ik helemaal, ja. Zo, ik neig, laat ik zo zeggen, ik neig om soms met die negatieve te werken. En dat geeft mij meer inspiratie dan als ik een prachtige natuur zie of zo, dit maakt me altijd een beetje droevig.
Maar ik kan daar niks mee doen. Dit is goed zoals het is. Ik wil daar ook niks mee doen. Weet je dus, ja. Ja, dit begrijp ik denk ik heel goed. Dat je zegt, ja, dat is het allermoeilijkste wat er is van het maken van iets. Of het überhaupt de moeite waard is om het te maken. En daar een ethische beslissing over te nemen. Eigenlijk iedere keer opnieuw. En dat maakt het voor mij in ieder geval buitengewoon begrijpelijk. Hè, wat je probeert te doen. Schiller heeft een essay geschreven, hè, Friedrich Schiller. En dat heet geloof ik, Über die esthetische Erziehung des Menschengeschlechts. Over het esthetische opvoeden van het mensengeslacht. Maar wat jij eigenlijk doet, is het moreel opvoeden. Ja, maar dat mag je natuurlijk helemaal niet zeggen meer tegenwoordig. Maar het klinkt er wel naar. Nee, maar ik denk, die twee zitten een beetje aan elkaar vast. Kijk, als je dus, dan vind ik ook interessant wat ze taalgebruik mensen. Als je dit zegt, zeg je dit een mooi schilderij? Of zeg je dit een goed schilderij? Eindelijk in jouw uitspraken. Dus bedoel, zit daar ook al verwerkte oordelen in? Of weet je, sowieso. Eindelijk heb je die twee met elkaar te maken, want zo niet iets mooi. Je kan eindelijk iets ook niet mooi noemen als er niet iets is wat jij ja, toch iets mee hebt of zo. Nee, dus. Inderdaad. Nee, maar ik bedoel, dus die, dit is niet zo apart eindelijk. Die esthetische, vooral in een visuele werk bedoel ik, zit die twee aan elkaar vast. Het zit aan elkaar vast, hè? Mooi en lelijk en goed esthetisch. Want en als je, kijk, daarom is het, je kan, daarom soms kunstenaars wat dichter bij jouw eigen werk zit, is het soms moeilijk om daar zoveel van te houden, omdat soms kiest die persoon precies een richting wat jij denkt, nee, dat wil ik dus niet. Weet je zo, en ja. Weet je, dus het is makkelijker dan soms om iemand een deel iets anders te doen. Te zeggen, ja, dat vond ik goed. Ik bedoel, maar weet je, dit is van die beslissingen. Je hebt te maken ook met. Dan wat ik zeg, als ik dus geloof dat ik dus eindelijk. Toen ik dacht, ik moet geen koppen maken, want eindelijk is dit een echte cheap oplossing, ik zal maar zeggen. Ja, toen heb ik ze ook niet gemaakt. Op een zekere moment dacht ik, ja, ik miste die psychologie. Francis Bacon het ooit gezegd over die wreedheid van een figuratieve werk. De schilder Bacon of de. Ja, die schilder, sorry, ja, die schilder Bacon. En ik bedoel, dus ik vraag daar zelf om. Doordat ik dus wel dat soort beelden kiezen, gaat ik dan toch met die psychologie, dat bedoel ik, van aantrekkingskracht. Ik bedoel inderdaad soms een naakte man. Maar goed, wij zouden het niet daarover hebben. Maar het is altijd makkelijker voorbeelden dan al die moeilijke koppen. Maar een naakte man reageert mensen anders op dan op een naakte vrouw. Ik wil alle mensen zo. Die dingen is dus wel niet. Het is behoorlijk niet te scheiden van. Van elkaar. Dus ja, dus. Dus het is niet zozeer dat je maakt werk over politiek, maar om te kijken is een zeker type politieke iets al klaar. Of politiek is een beetje een breder woord, maar daarin zit dus jouw ideologie en jouw dingen, of je zij nou weet of bewust van is. Dan vond ik ook altijd als iemand schrijft over die workshops, in die beschrijving, daarom zie Black Drawings altijd een goed voorbeeld, hoe iemand dit beschrijft, zit die persoon zijn vooroordelen al daarin. En dus oké, maar is beter toch als die persoon zelf dit ook begrijpen. Ik bedoel, je kan niet uit nou kom die godsbegrip weer, je kan niet uit de niks uit. Ik bedoel, als een mens schrijf je uit wat je kent, wat je begrijpt, wat jou overkomt. En daarom kom ik dan weer bij die ethica. Is niet zo van, ik wil een zo goede persoon zijn of zo. Maar dat bedoel ik, je kan daar niet helemaal van loskomen. Ik geloof best dat het gelukt is dat wijze persoon worden met het voortdurende schilderen van al deze onderwerpen. Kunnen we niet een beetje stoppen uit deze? We gaan nog even kijken of er mensen. Help! Kunnen we niet iemand anders ook nog vragen? Ik hoorde iemand die al tussendoor riep, ja maar.
Ja? Ik kom wel even wat is makkelijker voor de rest om te kunnen verstaan wat de vraag of de opmerking is. Ik hou me vast. Ja. Wat ik het echt het mooiste vind, ik ga dus wel met vooroordelen, kijk ik dus naar die man die ik dus ga bekijken. Maar welke man? Nou ja, dus Osama Bin Laden bijvoorbeeld. Nou, als ik hem dus inderdaad zie, dan moet ik dat helaas loslaten. Want ik zie daar inderdaad ook een mooie man. Dus aan de ene kant overheeft kunst dat allemaal, omdat het dan niet meer belangrijk is wat hij heeft gedaan. Maar hij is zo mooi geschilderd, dat hij dan ook weer mens wordt. En dat vind ik het mooiste. Dus ik kan steeds naar die koppen blijven kijken. Ik kan er gewoon naar kijken. Terwijl ik een foto, dat zou ik dan helemaal niet meer aantrekkelijk vinden. Want het is mij te realistisch. En nu legt er een soort laag overheen, zodat ik dat weer aan kan. En dat vind ik echt heel erg mooi. Ja. Oké. Andere opmerking. Dat is lief. Ja. Jan Dibbets. Ja, ik moet wat zeggen ter verdediging van Marleen. Is het niet al een beetje laat? Alhoewel ze alles mee heeft. Maar ze praat ongelooflijk makkelijk en leuk. En daarmee lijkt het allemaal van haar af te glijden. En wordt het steeds dieper. Maar het gaat maar over wat en wat het is. En de vragen gaan ook die kant op uiteraard. En het gaat over wat dat allemaal betekent, wat het is. Maar de essentie is natuurlijk wat geen seconde aan bod komt omdat ze zo makkelijk praat. De essentie is hoe vertaalt ze wat ze eigenlijk doet. En wij praten de hele avond over achtergronden, weet ik. De essentie is dat zij op een of andere miraculeuze wijze iets weet te treffen op een fantastische manier, wat ons allemaal aanspreekt, maar daar hebben we het niet over gehad. We hebben het over het wat. Maar hoe dat ze dat doet, daar heeft ze geen woord over gezegd. En dat is haar geheim. En dat is de kunstenaar. Die is niet aan bod geweest. Maar dat is het geheim van de smid eigenlijk. Nee, het is niet het geheim van de smid. Dat is de echte kunstenaar. Maar het merkwaardige is, ik heb soms het idee dat ze zichzelf dat niet realiseert. Ze praat zo makkelijk over haar wat. En al die onderwerpen, Bin Laden, God weet het, pakt allemaal niet uit. Maar dat het de manier waarop ze het vertaalt naar hoe je dat moet doen, dat het ons allemaal, op ons allemaal indruk maakt, daar hoor ik er nooit over. Het ging niet over de kunstenaar Marlene Dumas. Dus. Deze man heeft mij les gegeven en hij zei toen al, ja, je weet, moet je helemaal niet zoveel praten. Dit was goed, hij was goed op die vlak. Maar goed. Oké. Anderen. Ach, maar misschien kunnen we ook in die kroeg nog een laatste gesprek hebben. Dat is het is ook niet verplicht om nog iets te zeggen of te vragen. Maar het mag nog wel, heel even, als iemand het zou willen. Ja. Nee, maar het is natuurlijk moeilijker om iets ook te zeggen. Sowieso. Ach nee, dus dan ga ik weer praten. Ja, dan ik kwam al lang gestopt. Jan Dibbets is dan het zegel op deze avond geweest. Niet helemaal, want er is een derde helft aan de bar hier vlakbij aan het eind van de gang. Hartelijk dank, Marlene Dumas, voor het openhartige gesprek en deze krachtinspanning vanavond. Hartelijk dank voor de komst hier vanavond in de paal.